Wiel Lenders, directeur van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek, vindt dat we af moeten stappen van het Nederlandse perspectief tijdens dodenherdenking. De directeur vindt dat de slachtoffers uit geallieerde landen een prominente plek verdienen op 4 mei. Natuurlijk moeten we onze Nederlandse. ...oorlogsslachtoffers herdenken. Formeel is het ook zo dat we dat doen. Hè? Zo formuleert het Nationaal Comité het ook. De slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog... ...tijdens de oorlog en daarna. Dus tot, het, tot heden. Nou, dat is heel goed. Dat moet ook zo blijven. Maar daarnaast breng ik een lans... ...voor een herdenking... ...waarbij je ook stilstaat... ...bij de slachtoffers uit geallieerde landen... ...die ons bevrijd hebben. Uh, want op 5 mei... ...dan vieren we die bevrijding... Dan zou je toch ook zeggen dat je stilstaat bij die mannen, jonge mannen die Nederland weer de vrijheid hebben teruggegeven. Eerder zei Wiel Lenders in een interview met Fox dat we bij het Duitse perspectief stil moeten staan. Bijvoorbeeld door Duitse verzetsmensen te herdenken en onschuldige burgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Ik heb ook in het interview gezegd dat we bij het Duitse perspectief stil moeten staan, maar niet, uh, niet per se op 4 mei. Uh, dat, is, dat is heel gevoelig. Hè? Uh, misschien zou je nog kunnen zeggen: we gaan Duitse verzetsmensen herdenken, we gaan uh, burgers ondenken, onschuldige burgers herdenken. Uh, maar dat zou niet mijn eerste prioriteit liggen. Maar als we het hebben over een museum wat wij zijn, dan zeggen wij: kijk over de grens, die nationale kanon, die Nationale Zandbak. Is slecht voor het historisch bewustzijn, want daardoor krijg je navelstaderij. En heb je het alleen maar over je eigen geschiedenis en heb je het niet over dat brede perspectief. Ik ben vanavond uh, op de Canadese begraafplaats in Goesbeek. Daar leg ik ook een krans en dat is ook prachtig. Er zijn duizenden mensen die komen daar met een stille tocht naar de begraafplaats. Er liggen 2600 Canadese soldaten. En ik weet zeker, hè, de burgemeester zal daar aandacht aan besteden, de mensen die er staan zullen daar aandacht aan besteden. Maar de officiële lezing is van herdenken op 4 mei, Nederlandse slachtoffers tijdens de oorlog en daarna. En daar, eh, daar heb ik kritiek op. En ik vind dat we dat moeten verbreden. Ik zou het een herdenking laten zijn, die, eh, stil, die ook stilstaat bij de geallieerde slachtoffers, hè, dus de, de, de soldaten die ons bevrijd hebben. Dat zou ik per decreet meteen invoeren. Ja.